Ik sta hier bij de Leemslagenbrug in Almelo en dat is op een steenworp afstand van het winkelcentrum Windmolenbroek. En we kregen op vrijdag 6 september een melding dat hier een zedenincident had plaatsgevonden. De verdachte is een volwassen man. We zijn meteen een onderzoek gestart. Omdat het om een zedenzaak gaat en vanwege de privacy van de betrokkenen, zijn we terughoudend met het delen van informatie. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Waar het onderzoeksteam nu veel belang bij heeft, zijn getuigen en camerabeelden. En met die informatie kan het team zo goed mogelijk reconstrueren wat zich hier op vrijdag 6 september heeft afgespeeld. We willen daarom iedereen spreken die hier bij de Leemslagenbrug liep, fietste of reed en iets opvallends heeft gezien. Was je hier op 6 september tussen 12 uur 's middags en 10 uur 's avonds? Laat het ons weten. Heb je camerabeelden of misschien dashcambeelden hier in de omgeving gemaakt? Neem dan ook meteen contact met ons op. Amber, veel mensen zullen zich afvragen, wat is er precies op die plek gebeurd? Ja, we snappen dat er heel veel vragen leven, maar vanwege de aard van het incident en ook vanwege de privacy van de betrokkenen zijn we terughoudend met het delen van informatie. Het is ons inmiddels wel bekend dat er via verschillende social media en ook in WhatsApp-groepen berichten rondgaan over dit incident. We willen iedereen oproepen te stoppen met het delen van die berichten. Dit is namelijk komt niet ten goede van het onderzoek. Er zou ook een foto gedeeld worden van een persoon die mogelijk betrokken is bij dit incident. En hiervan zeggen wij ook, stop met het delen van die foto, verwijder hem van je telefoon, want dit is echt een belemmering voor het onderzoek. Mocht je informatie hebben, praat dan met de recherche en niet in verschillende WhatsApp-groepen. Ja, vorige week hebben jullie de eerste oproep al gedeeld. Hebben er al mensen zich gemeld met informatie? Ja, de eerste mensen hebben zich gemeld. Dat is heel fijn, daar zijn we ook heel blij mee. Maar mochten er dus nog mensen zijn die niet met ons hebben gesproken en die wel informatie hebben, hoe klein dan ook, dan willen we graag met hen in contact komen, want alle informatie kan ons helpen. En is er al beeldmateriaal binnengekomen? Ja, er is ook al beeldmateriaal binnengekomen. En ons team is ook meteen begonnen om die beelden te analyseren. Dus weet ook dat wij echt ons uiterste best doen en druk bezig zijn met die zaak. En we willen natuurlijk zo snel mogelijk de zaak oplossen. En daar is dus hulp bij nodig. Was je daar in de buurt van de Leemslagenbrug op vrijdag 6 september tussen 12 uur 's middags en 10 uur 's avonds, meld je dan. Alle informatie is dus welkom. Bel de tiplijn of meld misdaad anoniem.